desta linha que foi para de tamu, bumbung, eksekusi, om-om, tante-tante. Selamat datang di Pelita Landelijke Molukse Ouderendag di Barneveld, editie yang ke-20. Selamat datang. Van harte welkom iedereen van heinde en ver, van het zuiden tot het noorden en het midden. Iedereen is hier verzameld voor de Pelita Landelijke Molukse Ouderendag, de 20e editie. En wij zijn ontzettend blij en trots dat u allemaal weer hier bent. Kita amat, amat bergembira dan amat bangga udon semua sudah kumpul kembali di sini di Veluwe Hall untuk meramaikan hari ini. Van harte welkom. Boleh beta minta perhatian dan tepuk tangan, mag ik uw aandacht en een daverend applaus voor Tifa Groep Marom Peruano. Director Yayasan Pelita. Vandaag vieren we een belangrijke mijlpaal. De 20e editie van de Landelijke Molukse Ouderendag. De allereerste editie was op 7 juni 2003. Sinds 1 mei ben ik de nieuwe directeur van Stichting Pelita. Ik ben in 2020 begonnen.
Voor mij is deze dag ontzettend belangrijk, omdat die voor jullie en u zo belangrijk is. Voor iedereen om elkaar te ontmoeten, te omhelzen en lief en leed te delen. En als het aan Pelita ligt, organiseren we deze dag nog vele, vele jaren, ook in de toekomst. Ik draag de Molukse gemeenschap een heel warm hart toe. En ik realiseer me nu dat er voor het eerst in 23 jaar geen Molukse, maar een Indische directeur voor u staat. Graag wil ik nu heel even stilstaan. Even stilte en stilstaan bij het verlies wat ons de afgelopen periode heeft bereikt. Een aantal zeer dierbare mensen zijn ons ontvallen. Ik wil u vragen om samen met mij 1 minuut stilte in acht te nemen, om hierbij stil te staan. Dus mag ik uitnodigen Bonibetta Unda Bunico Papilaya. Applaus voor Bunico. Bunico Sudani Mulanya. Stampis Karan. Onze voorzitter. Ja, bedankt. Ik neem van je over.
Het is net al gezegd, zonder de vrijwilligers geen ouderendag. Wij doen het al eigenlijk al 22 jaar. 2 jaar hebben we voorbereid en toen kwam de COVID. En toen is het niet doorgegaan. Tot het laatste moment hebben we daarmee gewacht. Maar toen mocht het toch ook niet van de overheid. Dus dit is de 20e editie. Nogmaals, vrijwilligers, wij beginnen eerst met de mensen die ook vanaf het begin de werkgroep Baleen hebben gevormd. René, kun je daarmee starten? Nou, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Dit zijn nog niet de mensen, maar dit zijn mensen die vrijwilligers zijn, betekent ook genieten. En dat betekent dat je ook gezellig met elkaar een heleboel vrienden en kennissen ontmoet en op de foto gaat. Nou, je ziet het hier, Anita, Sapsuru, Christine, Parnusa, Pet, Hiarie. Helaas, door zijn gezondheid is hij geen vrijwilliger meer, maar we beginnen ook bij de werkgroep Beleeuw. Mensen die ons soms ook eens ontvallen. En mensen die vanaf het begin meegeholpen hebben om vorm te geven aan deze werkgroep. En dat is niet makkelijk. Dat is Cindy Brulea. Ze is ons echt ontvallen. Maar ze was er wel vanaf het begin. Allemaal eerst als werknemers, mensen in dienst van Brita. Zo zijn we allemaal gestart. En we zijn later. Dat is Evelien. Die is op ons ontvallen. Die is op 28 februari jongsleden dit jaar overleden. De mentor, degene die dat idee heeft ontwikkeld en waarvan wij verder hebben uitgewerkt hebben tot de laatst. Nou, Sani Riedemans zit daar. En ze is door de reorganisatie van Brita heeft ze helaas ons moeten verlaten, afscheid genomen. Maar ze komt nog regelmatig. En ook dit jaar is ze er weer. Willem Huai kan ook niet meer. Dus door privéreden heeft hij zich terug moeten trekken. Ook mensen allemaal van de eerste uur, allemaal medewerkers waar we mee gestart zijn. En ook betekent dat ook voor Vera Usmani. Zij was ook in dienst, maar heeft door de reorganisatie van Brita heeft ze ook ergens anders moeten werken. Het zijn allemaal mensen die in het begin allemaal eerst als medewerkers zijn gestart. En dan laat ik een stuk van de vrijwilligers zien. Helaas kan niet alle vrijwilligers laten zien, dus onze excuus daarvoor. We hebben hier en daar wat vrijwilligers genomen, foto's van, die we ook kunnen krijgen. Maar elk jaar verschillen er elke keer voor vrijwilligers. Max Latimena, die is dit jaar overleden op 24 mei. Ook een vrijwilliger, ook jarenlang altijd betrokken. Helaas heeft hij het ook ons moeten verlaten. En dat hebben ze ook allemaal niet verwacht. Nou, je ziet, soms zijn ze heel jong. Mensen, Martin en mensen die gevraagd zijn via kennissen, via je kinderen die betrokken zijn. Dit was nog in een tijdelijke zaal die we dus geven. Nou, je ziet de zusters Martin de Kota en Nancy, de Nabbers. Altijd blij, al doen ze dit al bijna 20 jaar, denk ik. Zij doen dit al 20 jaar, heb ik me verteld, de namens. Nou, hier krijg ik een hele familie. Hè? Met Milko en de zusters Dana en Uli. En dan ook met de vader Ojan. En zo zie je weer. En dit is de zus Etta. En met Wim, die komt daar samen. Ze zijn dat ik vandaag er niet aanwezig. Maar wel, Wim wel. Etta niet, hè? Nee. Nou, ik sluit af met de directeur, Bonnie Joosten en met Jos Naumori. Dat zijn alle mensen die belangrijk zijn, ook de directeuren zijn belangrijk om een dag als vandaag vorm te geven. Bij deze wil ik alle vrijwilligers bedanken, ook degene die ik misschien vergeten ben en niet op de foto staat, maar alleen door jullie medewerking heeft het vandaag altijd kunnen plaatsvinden. Een opdracht kan niet plaatsvinden zonder de vrijwilligers. En vanmiddag dan wil ik de werkgroep Leden Baleeuw voorstellen. Alvast bedankt. Dank u, meneer de directeur. Dan u, Yayasan Brita. Dank u wel.
Pelita, Landelijke Mutse Ouderendag, elke Ouderendag, hè, doen wij collecteren. Wij vragen van u een kleine bijdrage. Maar waarom collecteren wij eigenlijk? Kanata kato, winta bantuan dari basudarung semua. Ini bantuan untuk, de naam zegt het al, hè, bantuan, untuk ketorang punya basudara di Maluku. Ada proyek-proyek yang kami bisa bantu dengan sumbangan, sumbangan sebesarnya 500 euro. En met de collectegelden die wij ophalen, die steken wij niet in onze zakken, of die gebruiken wij niet om deze dag te organiseren, maar die zijn bestemd voor projecten op de Molukken. Pula, mag ik uw aandacht en een daverend applaus voor Sam en Sarah met hun muziektheatervoorstelling, de verkorte wijze van Pulang. Heel veel kijk- en luisterplezier. Selamat menikmati semua. Molukken zijn, wat is dat nou precies? Daar
wij van Rotterdam voor jullie. Oh yeah, namelijk een quiz. Er komen straks heel veel vragen bij en jullie gaan we antwoorden. Hoor je? We gaan gelijk beginnen. Als jullie straks denken dat het antwoord A is, zeg je A. Als je denkt dat het antwoord B is, zeg je B. En als je denkt dat het antwoord C is, zeg je C. Ja, oké, okay, zo moet ik het volgens mij niet. Jullie denken allemaal heel erg. Laten we beginnen. Vraag 1. Wat zijn de Molukken eigenlijk? Is dat A, een onafhankelijke republiek? Is dat B, de provincie van Indonesië? Of is dat C, een kolonie van Nederland? A, B of C? B, C, daar wat denk je weer achter? A, B. A? Oké, misschien vraag 2. Oh, ik dacht. Hoeveel vierkante meter is de Molukken? Is dat A, al die moeilijke cijfertjes die daar staan? Is dat B? De 359,4 vierkante kilometer. Is dat C? 745,5 vierkante kilometer. C? A. B. A? C? Vraag 3, Saar. Tussen 3. Hoe zijn onze grootouders naar Nederland gekomen? Is dat A? Met de boot. Is dat B? Met het vliegtuig. Of is dat C? Met de auto. A? Het is daar makkelijk toch? Ja. Zo. Oké, we hebben Ronnie Flex, Yellow Claw en Jiggy J met elkaar gepleegd. Is dat A? Muziek? Is dat B? Familie? Of is dat C? Afkomst? A? A? Ja, misschien A. B. Laatste vraag. Wanneer bood Rutte zijn excuses aan de Molukkers? Was dat A? 2001? Was dat B? 2022? Of was dat C? Nooit! Want wij nemen geen verantwoordelijkheid. Het geluid van ongeslapen te maken en hebben het ook voor de eerste keer gespeeld.
En nu staan we hier. Ja. Op de productie andere dag. Yeah! Ja, met hoeveel? Met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, nee, zo, dat zijn heel veel. Ja, dat zijn heel veel. We hadden Mark Rutte en Willem Pie en Geertje Wilders. Misschien ook eigenlijk te nodigen. Nou, als we ook wat kunnen leren over onze oorsprong. Weet je, ik had nooit verwacht dat er zoveel verschillende manieren zijn hoe je mijn achternaam kunt schrijven. Tot ik ging solliciteren en studeren. Ja. Tanate. T-A-N-A-T-E. Het onderscheidt mij van alle andere stems op deze wereld. Het maakt me trots. Het onderscheidt mij van, nou ja, van alle andere stems. En dat maakt mij een trotse Molukker, maar ook een Nederlander. Toch? Jouw oorsprong. Ja. Ik ben trouwens met mijn vader naar Kruisberg gegaan. Dat zal mijn Instagram ook nog zijn. Daar zijn we tijdens gelaten. Jouw oorsprong. En dit is sarong kawaii. Ja, traditionele kleding. En deze is van mijn oma. Prachtig, hè? Als we ervoor zijn gemaakt. Hé, hey, maar Saar, zijn we niet wat vergeten? Waarschijnlijk een hele hoop. En misschien hebben we ook wat fouten gemaakt. Excuus. Maar dit is onze zoektocht, toch? Ja. Onze zoektocht naar onze oorsprong. Waar kom ik vandaan? Ik wil weten wie ik nu ben. Samen, sterker dan alleen. Sterker dan alleen. De zoektocht naar ons verhaal. Oh, ik weet nu dat dieper gaat dan ooit. De geschiedenis leeft voort. En nu zijn we hier nabij. Zijn we hier nabij. En doen we ons verhaal. Dat kostte even tijd. De zoektocht gaat door. De vraag van wie zijn wij? Komt naar voren. Is het dan nu tijd? Om te eten? Ja. Lights off. Beter mau minta kalau bisa. Beter punya teman-teman kelompok kerja by Liu naik di panggung. Itu veel. Dit is de werkgroep by Liu van Stichting Telita. En dit is de werkgroep die iedere keer weer opnieuw elk jaar deze dag organiseert. Dorang yang organiseerkan hari orang tua-tua untuk hidup semua. Dus mag ik alsjeblieft een dagelijk applaus voor deze mensen. Ik geef het woord aan Monique Blikkels, onze voorzitter. Hallo. Ja, ik dank u wel. Ik heb net al wat foto's laten zien. Maar dit is natuurlijk inderdaad de werkgroep die het de afgelopen jaren met eigenlijk ook nog Evelien tot verleden jaar de ouderendag heeft georganiseerd. Wij vergaderen om de 3-4 maanden. En meestal is het zo dat de laatste paar maanden dan wordt het heel erg hectisch. En dan de laatste weken dan moeten de puntjes op de i gezet worden. Ik wil ze even voorstellen. Dit is onze lady speaker, Nonna Heerlato. Ook al een familie, want voorheen was het Oesiriet altijd, Patikawa, Babalata, de oudste nu, John, Samabessi, Anneke, Roef, die werkt nog bij Polita, dus dat is onze steunpilaar. Als we haar niet hebben, dan wordt het heel moeilijk organiseren. En dus de jongste die was aangekomen, de laatste, niet de jongste, maar
Mickey Matikiwe. Ik wil altijd welkom. Tevens wil ik ook nog zeggen, Oesie Riet, die organiseert het als lid van het beleving voor het laatst. Oesie Riet heeft gezegd, ik ben op leeftijd, we hebben steeds wel wat verjonging, dus het is belangrijk dat ik ook op tijd afscheid neem, maar ze blijft wel als vrijwilliger. Maar niet meer als lid van onze werkgroep. Dat doet ze al ruim 20 jaar, want wij doen het eigenlijk al 22 jaar, 2 jaar COVID niet. Maar we hebben het wel allemaal steeds georganiseerd tot het laatste moment. Oesie Riet, ik wil u niet met lege handen. Nou ja, dit verdient u op zijn minst. Ja? Namens ons en namens ons allemaal. Voor alle moeite. En ook nog een kleine geintje. Hoort erbij. Ja, maar wacht even. Was ik nog niet klaar? Donderdag is Nonna 60 jaar geworden. Ja. Dus ze hoort wel echt tot de doelgroep hoor. Zal ze leven, wat zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Iedereen, hoera! Iedereen, hoera! Ook namens Stichting Pelita een ongelooflijk applaus voor deze fantastische mensen, inclusief jou Nico. Het is echt ongelooflijk wat jullie elk jaar neerzetten en al 20 jaar lang. Nog één keer een heel groot applaus voor deze geweldige mensen. En samen met ongeveer 80 vrijwilligers. 80 vrijwilligers om dit allemaal in verschillende posities te organiseren. Alleen zouden we het niet kunnen. Wij bedenken wel, en we bedenken ook wel hoe het programma moet uitzien. Maar wij doen het altijd samen. Samen komen we eigenlijk, en iedereen heeft allemaal een taak daarin. En ik denk dat 20 edities wel leuk om ons even voor te stellen. Bij deze. Dank jullie wel. Dank je wel, Ron. Terima kasih, Bom Nico. Allemaal, dank u wel voor de mooie bloemen. Maar ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om u allemaal, zoals u hier bent, iedereen die hier aanwezig is, en alle standhouders die het ook gezellig maken en lekkere hapjes verkopen en mooie dingen, ook in de kleine zaal. Iedereen, alle vrijwilligers, dat zijn er zoveel. Iedereen van harte dank u wel zeggen. Dank u wel. Terima kasih banyak atas kehadiran semua pasudara di sini. Het is ook wel tijd om afscheid te nemen, want dit is tevens de laatste optreden van de band. Dankjewel. Die fans die gaan voor een spetterende afsluiting zorgen van deze geweldig mooie dag. Ik zou zeggen, straks allemaal een hele goede reis weer naar huis. Kom veilig thuis. En hopelijk zien wij u allen weer in goede gezondheid. Volgend jaar weer terug hier in de Veluwe en voor de Pelita Landelijke Molukse Ouderendag 2025. Het is altijd de laatste zaterdag van juli. Wij hopen u dan weer allemaal in zo'n grote getale te mogen begroeten. Dank u wel voor uw komst. Terima kasih. Banyak atas punya kehadiran. Dan sampai jumpa kembali. Amato! I'm
Dan in Hari Yanke Duapulu, dari Pelita, Molukse Ouderendag. Hari Umum Pelita, ja? En beter tau, yang Amsterdam slalu perhatikan. Amsterdam schenkt heel veel aandacht. En dat volg ik via de kerkmededelingen, de kerkdienst. Ja, zeker. En dan hoorde ik altijd toen Rob van Velsen als Brita Greja van Charlotte, hoeveel zitplaatsen zijn er nog in de bus? Daarom vroeg ik naar zus Charlotte. U bent vanmorgen, hoe laat bent u aangekomen? Volgens 6 mei zijn we een beetje vertraagd, 7:45 uit Amsterdam. Ik heb niet gekeken hoe laat we binnen zijn gekomen, maar we zijn met 43 personen uit Amsterdam. En hoe vaak bent u al hier gekomen met de groep? Volgens mij al ruim 10 jaar, ik weet niet. Ruim 10 jaar, kijk eens aan. En waarom trekt de Plita Molukse Ouderendag dat u met uw groep uit de kerk en ook anderen hier aanwezig wil zijn? Nou, het is omdat de ouderen, ze missen hun eigen cultuur ook. En hier vind je ook mensen van Molukkers die hier van allerlei plaatsen vandaan komen. En dan kunnen ze ook met elkaar kletsen als ze bekenden zien of familieleden. Vandaar. En ik wil ook nog even meedelen, nu ik toch aan het woord ben, dat dit mijn laatste keer is dat ik het doe, want ik draag het over naar de 3e generatie. Want ik ben zelf al boven de 70. Dus dat wil ik. Heel mooi dat u het zo lang hebt gedaan en dat u het over wil dragen aan de volgende generatie. Dat is heel belangrijk. Zeker. En dat doen wij ook binnen onze werkgroep bij Leo. Trima kasi en een hele gezellige dag. U allen een gezellige dag op de Plita Molukse Ouderendag vandaag, hè? Ja. Dank u wel, hè? Even geduld. Slamat pagi, usi ati, hè? Ja, nou, ja, ik ben blij u weer te zien. Want hoe lang doet u dit al? Oh, lang genoeg, denk ik, vanaf het begin. Ja, denk het wel. En waarom doet u dit? Waarom ik doe privé doe ik ook vrijwilligerswerk. Bij ouderen ook, thuis. Dus ik vind dit ook leuk. En het is voor onze cultuur. Hè? Dit moet blijven bestaan. Ik hoop dat het nog langer blijft bestaan. En dat wij ieder jaar dit mogen vieren. Dit is de 20e keer. Dus het is een feest. Hè? En door wie bent u benaderd? Ik heb me opgegeven, maar ze werken hier niet meer, door Vera Ousmani. Nou, hartstikke fijn dat u uw bijdrage al zoveel jaren doet. Ik wens u alle succes en hopelijk heel veel mensen die u ook kent elk jaar. Ik blijf het doen zolang ik de kracht van God krijg. Ja? Heel mooi gezegd. Dank u wel, hè. Succes. Ja. Ik heb de eer om met de nieuwe directeur van Stichting Pelita, Bonnie Joosten, een kort gesprek te houden. Prachtig hoe u daar straks uw speech deed. In onze taal. En ook, ja, dat sprak iedereen aan. Ik zag het aan de gezichten. En hoe vond u dat? Dankjewel voor het compliment. Ik vond het spannend om te doen, want het was de eerste keer voor mij hier op het podium als nieuwe directeur. En ik vind het ook heel eervol dat ik daar mag staan. En ik spreek zelf niet heel goed Maleis. Ik ben daar niet mee opgevoed. Maar ik wilde de zaal heel graag in het Maleis toespreken.
omdat ik het ook belangrijk vind dat die taal wordt doorgegeven. En dat ik als directeur ook die kennis daarover heb. Ja, maar wel met een beetje hulp van Nico. En ja, mooi moment. Maar dank u wel dat u dat zegt. Ja, zeker, want dat is dat wordt geapprecieerd en gewaardeerd. Hè? En hoe u dat deed, dat is echt heel bijzonder. Dat vond ik echt heel bijzonder. En nu bent u de nieuwe directeur. Wat vindt u van zo'n dag? Voor Pelita en dus ook voor mij is de Molukse Ouderendag heel belangrijk. Je ziet dat het in een enorme behoefte voorziet. Mensen kijken er echt naar uit om elkaar hier te treffen. Met elkaar te delen, naar mooie muziek te luisteren, naar optredens te kijken, lekker te eten, te shoppen. En we hebben ook een voorlichting verzorgd over oorlogsgetroffen wetten. Want we zien ook dat het toch belangrijk is dat mensen ook op zo'n dag wat informatie krijgen over hun oude dag. En hoe ze die goed kunnen inrichten voor zichzelf. Dus deze dag is super belangrijk voor iedereen die er is. En ik vind het ook belangrijk dat we dit blijven doen. Want waar voorheen vooral de eerste generatie natuurlijk hier was, zien we nu dat het ook veel meer tweede en derde en soms zelfs vierde generatie is die hier is. En ik vind het heel belangrijk dat we dat culturele erfgoed met elkaar, aan elkaar doorgeven, ook aan de volgende generaties. Hartelijk dank, want het is een mooie belofte dat u als nieuwe directeur toch het plan hebt om dit door te laten gaan. Dat elk jaar een Pelita Molukse Ouderendag wordt gehouden. Hartelijk dank en u ook heel veel succes als nieuwe directeur van Stichting Pelita. Dankjewel, tot ziens.